Jeff, heb jij een beetje groene vingers eigenlijk? Nou, echt groene vingers heb ik niet, maar ik hou natuurlijk ook wel van een aangeharkt tuintje. Nou, het harken gaat even wat moeilijk met een microfoon. Ik zelf heb dus geen groene vingers, maar er zullen vast meer mensen die daar last van hebben. Als je nou een mooie tuin wil, maar je wilt toch eigenlijk geen landschapsarchitect inhuren, hoe kun je dat dan het beste doen? Of zeg je, we moeten toch wel een landschapsarchitect hebben? Nou, dat is echt heel leuk als je dat zo stelt. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen met heel veel vakkennis, groene kennis. En dat zijn de hoveniers en de mensen die het vaak maken. Maar het is ook heel goed om een landschapsarchitect is misschien in het proces bij te betrekken, omdat hij je ideeën kan stroomlijnen. Die kan heel goed luisteren naar wat je wil, wat voor mogelijkheden er zijn. Kan kijken of je kan aansluiten bij nieuwe trends, of je misschien wat andere materialenkeuzes moet maken. En dat is wel interessant ook met een landschapsarchitect, want dat je er ook een mooi concept van wil maken. Een soort goed idee, hè, als het een grondslag wil hebben. Ja, en ideeën die zijn niet genoeg. En zo zijn natuurlijk heel wat trends op te merken, ook dit jaar. Nou, er zijn een aantal trends. Ten eerste zie je dat mensen steeds meer een levende tuin willen. En een levende tuin, dat is een tuin vol vlinders, bijen, vogels. Dus zorg ervoor dat je een groene haag hebt waar ze in kunnen schuilen. Dat je vlindervriendelijke struiken hebt waar vlinders op kunnen komen. En je ziet dat mensen die vraag eigenlijk steeds meer hebben. Maar iedere trend heeft weer een tegentrend. Dus je ziet ook dat er mensen zijn, en dat zie je hier ook op Tuinidee, de energieke tuin. Dus waar je kunt sporten, waar een tuindouche is, waar je onder kunt springen als je lekker gesport hebt. Ja, en wil je nou zelf ook voldoende ideeën opdoen? Je kunt nog tot zondag terecht, maar ben er snel bij, want de organisatie verwacht dat er wel 30.000 mensen hierop afkomen. Kijk, dankjewel Youssef vanuit Den Bosch.